Welkom bij Economie met Tito. In deze video gaan we het hebben over buitenlandhandel. We gaan het hebben over importeren, exporteren, de importquote en de exportquote en we gaan kijken naar de betalingsbalans. Tegenwoordig is handelen met andere landen een erg belangrijk onderdeel van onze economie. Zelf doe jij dit misschien ook wel. Denk maar aan het kopen van spullen op AliExpress. Het verkopen van producten aan het buitenland heet exporteren. Dit levert ons veel geld op. Dat zijn dus inkomsten voor ons land. We verdienen hier dus geld mee. We kunnen hierdoor veel meer verkopen en het zorgt voor veel werkgelegenheid. De producten moeten namelijk wel nog gemaakt worden. Als wij producten uit het buitenland kopen en naar Nederland halen, heet dit importeren. Dit kost ons dus geld. We hebben verschillende redenen om te importeren. Sommige producten kunnen we bijvoorbeeld niet goed verbouwen in ons klimaat. Denk bijvoorbeeld aan avocado's. Of het kan zo zijn dat andere landen de producten goedkoper of van betere kwaliteit kunnen maken. Wat ook veel gebeurt in Nederland is wederuitvoer. Dat is het importeren van producten om ze direct weer te exporteren. Dan komt het bijvoorbeeld in Rotterdam de haven binnen, omdat een Nederlands bedrijf de producten heeft gekocht en gaat het direct door richting bijvoorbeeld Duitsland, omdat ze het snel weer doorverkopen. Hoeveel een land handelt is ook uit te drukken in procenten. Dit doen we via de exportquote en de importquote. Nederland is afhankelijk van internationale handel. We hebben een hoge export- en importquote. De exportquote is het percentage van ons nationaal inkomen dat we verdienen met export. Het percentage van ons nationaal inkomen dat we weer uitgeven aan import, heet de importquote. Je rekent de exportquote uit door de exportwaarde te delen door het BBP en dit keer 100 te doen. Voor de importquote doe je hetzelfde, maar dan met de importwaarde. Een voorbeeld. Exportwaarde 550 miljard euro. Importwaarde 590 miljard euro. En BBP 860 miljard euro. Exportquote is 550 miljard delen door 860 miljard keer 100 is 64,0%. Voor de importquote doen we hetzelfde, maar vervangen we de exportwaarde voor de importwaarde van 590 miljard euro. Dit komt uit op 68,6%. Dit zijn erg hoge percentages. Dit land is dus een open economie. Er wordt veel gehandeld met het buitenland. Als een land niet handelt met het buitenland, noemen we dit een gesloten economie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dictatuur zoals Noord-Korea. De bedragen voor import en export vinden we ook terug op de betalingsbalans. Als een land meer importeert dan exporteert, geven we dus meer geld uit dan we verdienen. We hebben dan een handelstekort. Wanneer een land meer exporteert dan importeert, dan wordt er weer meer geld verdiend door handel dan uitgegeven aan handel. Dan heeft dit land een handelsoverschot. De bedragen kunnen ook in evenwicht zijn. Dit komt in de praktijk bijna nooit voor. Als dit voorkomt, dan is het puur toeval. Dit was Economie met Tito over importeren, exporteren en de betalingsbalans. Vergeet niet om een reactie achter te laten als je nog vragen hebt en te abonneren op dit kanaal.